Hallo, ik ben Find the Creator en ik ben in het I Am Young gebouw. Vandaag hebben we van Grow to Inspire Malay Creator een hele leuke, interessante sessie. We gaan namelijk met jongeren en ouderen in gesprek over de Afro-Surinaamse opvoeding. Ik zal zeggen, geniet van deze opname en kijk gezellig mee. Mijn naam is Clarence Kreesburg van het platform Becoming You. En we zitten nog steeds in de week van de Suriname Week. Wat we zeg maar hebben geïnitieerd tussen 24 en 1 december. En dit is het derde evenement van Grow to Inspire, Marlene Creton. We gaan het vandaag hebben over taboes binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Ik ben er persoonlijk heel trots op dat we deze eerste editie van Grow to Inspire gaan doen. En ik zou zeggen, hou het zeker in de gaten en tot de volgende keer. Yes! Hoi lieve kijkers van Find the Creator, ik ben Rizaires La Cruz en ik ben bestuurslid bij het Stichting Duurzaamheid. Net konden jullie zien dat mijn cameraman, ik noem hem even mijn cameraman, een take heeft gemaakt over al onze producten die wij hebben. Want wij zitten in de H-buurt, hier in Amsterdam Zuidoost. En wij zijn een stichting speciaal voor uw psychische gezondheid. Wij hebben spreekuren, we hebben maandag van 2 tot 4... woensdag van 6 tot 8 en donderdag van 3 tot 5 hebben we inloopspreekuur en u mag komen met al uw problemen of gewoon voor een praatje, koffie, theetje. Onze vrijwilligers zijn van alle markten thuis. We hebben trainingen die wij gaan geven om u te leren bewoners te ondersteunen die psychische kwetsbaarheid hebben. En daarmee zijn we al begonnen. U kunt zich melden bij het e-mailadres hier in beeld. En dan neem ik contact met u op. Ook hebben wij elke vrijdag van 10 tot 12 onze vrouwengroep. En daarna aansluitend van 1 tot 3 heb je ook onze mannengroep. Dus kom, wij zijn er voor u. U hoeft zich ook niet te houden aan de spreekuurtijden. Want ook bij het telefoonnummer hier in beeld kunt u met ons appen, bellen, sms'en, voor wat dan ook. En wij zijn er altijd voor u. Dank je wel. Weet je wat, laten we hem alleen zelf aan het woord, zodat ze met haar eigen woorden kan vertellen wat vanavond op het programma staat. Goedenavond, ik ben Marleen Creton, oprichter van het bedrijf Grow to Inspire. En vanavond organiseer ik in het kader van de Week van Suriname een dialoog tussen de jongere en de oudere generatie Surinamers.
applaus voor Orlando. Nou, goedenavond, ik ben Marleen Kreton, de initiatiefneemster van deze avond. En ik doe dit vanuit mijn bedrijf Grow to Inspire, daar zie jullie mijn banner. Had misschien de volgende sheet. Ja, ik ben oprichter van Grow to Inspire. En vanavond sta ik hier niet als ondernemer, ik sta hier als jonge Surinaamse vrouw die deel van haar opvoeding in Suriname heeft genoten. Ik ben op mijn 14e in Nederland gekomen. Mijn vader leerde kennen en hier, ja, ik ben er nog steeds. Maar ja, wat ik al zei, een belangrijk deel van mijn opvoeding in Suriname meegemaakt. Mijn moeder die was, is tienermoeder geweest. Ze kreeg mij toen ze 16 was. En was het meest veelbelovende kind van mijn grootmoeder. En helaas werd ze zwanger in, maar helaas niet, ik sta daar. Maar werd ze zwanger in het laatste jaar van haar MULO. En nou ja, toen waren de dromen die mijn grootmoeder voor haar had, die waren weg. Maar mijn grootmoeder heeft van daaruit wel een deel van de opvoeding op zich genomen. En, met, ja. Succes! Ja, oma die was, voor de buurt was ze heel streng. Voor haar andere kinderen was ze ook streng. Maar ik was toch een van haar, ik denk een van de lievelingspersonen in haar leven. En dat heb ik ook gemerkt. Ik heb alle liefde gekregen. Ja, alleen zijn er bij de opvoeding dingen waar je dan op latere leeftijd tegenaan loopt. Je leert bijvoorbeeld dat je niet terug mag praten wanneer er dingen opgedragen worden. Het niet in de ogen aankijken op het moment dat een oudere iets zegt. En het is altijd prima geweest. Mijn opvoeding was goed, dat hoorde er allemaal bij. Alleen op latere leeftijd loop je tegen dingen aan als assertiviteit. Ben ik wel assertief genoeg of ben ik het juist niet? Dus allemaal vraagtekens, dingen die ik, ja, waar ik tegenaan gelopen ben op oudere leeftijd. Geen klagen over mijn opvoeding, maar het zijn hooguit vraagtekens die ik erbij gekregen heb. En ik denk dat er meer mensen zijn die dit allemaal, die dat hebben, die daar tegenaan lopen. En nou, ik ben gevraagd om een avond te organiseren, te programmeren tijdens de Week van Suriname hier in het I Am Young gebouw. En ik dacht, dit is een goede gelegenheid om ja, met elkaar in gesprek te gaan en met de oudere generatie. Dus de jongeren en de oudere generatie. En ik hoop dat we dat op een respectvolle manier met elkaar kunnen gaan doen vandaag. Ik ga het niet zelf doen vandaag, ik heb alleen de intro gedaan. En ik heb een host gevraagd om deze avond te begeleiden. Haar naam is Cheryl Vliet. Cheryl is een leuke iemand, een bijzonder iemand. En leuk omdat ze echt hele toffe humor heeft. Ze is bijzonder omdat ze leuke dingen doet of mooie dingen neerzet binnen de Surinaamse samenleving. Waaronder de Nationale Pomwedstrijd, het Sranantongedicté en de Dr. Sophie Redmond lezing. Mag ik een applaus voor Cheryl? Dankjewel Marleen. Goedenavond. Ja, ik ben, behalve dat ik ook hele leuke dingen organiseer, ben ik ook bekend van de radio, Radio 77 FM, waar ik op de zaterdag radioprogramma presenteer. Dus ik ben programmamaker, organisator en ook schrijver van theatervoorstellingen. Maar vanavond heb ik een heel andere pet. Vanavond, ja, het is een eer voor mij om dit te mogen leiden. Dus ja, is ook weer een nieuwe uitdaging. Goed, dan hebben we dat gehad. Hoe ziet de avond eruit? Want dat is wat u ook wilt weten. Het programma is onderverdeeld in 4 blokken. We hebben een algemeen gedeelte. Daarna hebben wij een gedeelte over overdracht. En daar hebben we heel veel over te vertellen. Samen met u, want het is interactief, hè? Dus er komen geen mensen hier die dingen gaan doen. Wel, de mensen van Stichting Duurzaamheid, 360 graden. Ah nee, moeilijk. Dus die gaan wel wat vertellen, maar voor de rest gaan we het met elkaar doen. Dus iedereen hier, niemand heeft ruzie met elkaar, toch? Iedereen is vredevol, liefdevol. U heeft geen vijand gezien of zo, toch? We kijken naar elkaar, iedereen vindt elkaar lief, toch? Oké, dus dat. Nee, want soms kom je ergens en dan zie je iemand dat je
Weet je? Nou, dus, maar niemand heeft zoiets meegemaakt nu vanavond, toch? Oké, nee, fijn, dan ben ik blij, want we gaan het samen doen. Dus we gaan het ook hebben over seksualiteit. Ja, want zonder seks zaten we niet hier, hè? Dus daar gaan we het ook over hebben. En mentale gezondheid. En daarvoor hebben we de mensen van Stichting Duurzaamheid 360 graden uitgenodigd om het een en ander te delen met ons. Er zijn ook filmpjes. En, want ja, we willen een beetje praten, ook nog wat kijken, dus dat is ook interessant. We hebben een kleine pauze, dat is zo rond 9:10. Dan is er een kleine pauze, er zijn nog lekker hapjes enzovoorts. En, misschien moet u ook uw neus poederen, dus dat kan allemaal. En om 10:00 dan willen wij, de avond, daar zijn we helemaal geïnspireerd. We hebben vleugels, we gaan naar huis, we gaan dingen anders doen, beter doen, nog beterder, meer beterder. Oké, dus dat zo willen we vanavond terug naar huis gaan. Breaking barriers, dus we gaan vanavond met elkaar in dialoog. De jongere generatie versus de oudere generaties. En mensen, ik heb het niet wetenschappelijk ingedeeld. Dus niemand moet zeggen, mine oro, weet je. Dus ik heb een grens gemaakt, een grens. He, wie is geboren in Suriname en ouder dan 44 jaar? Ouder dan. En die 44 heeft te maken met. Hoeveel, 25 november. Hoeveel jaar revidentie hebben we voor Suriname? Oké, dus op grond daarvan heb ik die 44 uitgekozen. Oké, dus de mensen die geboren zijn in Suriname en ouder dan 44 jaar, die krijgen een rode. Geen rode kaart van buitenspel, Angadewan, dat hij hoor, maar gewoon rood. Dus Marleen, geef die mensen hun rode kaart. Dat ze hebben hun handen opgestoken. Ze zijn allemaal 44. Ze zijn allemaal 44, ja. Ze zijn geboren, hè? Geboren in Suriname. Geboren in Suriname. Ja, toch, dus dat is een, ja, vanaf 44 toch, ja. Ja. Oké, hebben we alle mensen voorzien? Oké, dan hebben we de mensen. Wie is geboren in Nederland? Wie is geboren in Nederland? We zijn nog met rood bezig. Oké. Dan gaan we nu naar de. Maar jij was 44 toch? Rood! Jij hebt ook. Deze dame heeft ook rood nodig. Oké, dus alle mensen met. Oké. En dan gaan we nu naar de mensen met groen. Niet dat jullie groene blaadjes zijn hoor. Dat ook weer niet. Dus ga niet denken dat je geweldig bent. Oké. Wie is geboren in Suriname en jonger dan 44? Geboren in Suriname. Hey, dit is allemaal ja, oh, hey. Dus jullie kunnen terug naar jullie land. Hey, jullie kunnen terug naar jullie land. Oké, die krijgen allemaal groen. En dan geboren in Suriname. Hey, dit zijn veel hoor. Nieuwe Nederlanders. Ja, iedereen. Ik zie nog. Oh, nog drie daar. En die andere mensen, ik weet niet waar ze geboren zijn. Jij bent ook geboren in Suriname. Wie is geboren in Suriname en jonger dan 44? Marleen, je bent niet op de catwalk. Kijk, hier hebben we nog een leuke dame. Oké. Wie is geboren in Nederland en jonger dan 44? Maar één. Oh ja, oké. Marleen, je mag nu weer gaan met groen. Dus we hebben die indeling gezien. Het was gewoon allemaal bezigheidstherapie. Maar al die mensen die hier zijn geboren, zijn echt Hollanders hoor. Jullie kunnen niet naar terug naar jullie land, Adjaumtang. Wij kunnen nog naar Suriname. Nee, maar je bent niet daar geboren. Je bent ook niet van daar. Je bent van hier. Waar ben je geboren? Curaçao. Curaçao, nou. Mijn gus, we hebben geen kleur voor jullie. Dat is het geel.
Marleen, heb je... Maar ja, nee, jullie vallen, jullie worden automatisch vanavond Surinamers. Voor vanavond alleen. Geboren op Curaçao. Is allemaal Amsterdammers. Hier geboren, Curaçao geboren. Jonger dan 44. Groen. Ben je hier geboren ook groen? Nee, jullie hebben groen. Marleen, heb je nog een groen in de... Ja. Het moet alleen een verschil zijn tussen jongere generatie en oudere generatie. Maar voor de rest is het gewoon spannend. Het was leuk, toch? Iedereen was bezig, toch? Ai, toch? Ai. Ai, met je zoenen. Dat doen ze met ons. Mm-hmm. En dan kijk ik naar de... Dus iedereen... Ja, filmpje. Oh, fijn, toch? En wat ik echt waardeer van Suriname, mm-hmm, was toch de grootouders. Die zich echt heel veel bezig hielden met het opvoeden van de kinderen. Het respect toch wel wat de jeugd van toen had voor de ouderen van toen. En dat mis ik nu wel, zowel hier als in Suriname. Dus echt grote waardering en granis voor de moesjes. En dat gaf je toch wel op tijd de kerstzweep. Maar toch wel met hoeveel kleinkinderen op het perceel op het erf. Was er heel veel vreugde ondanks de kersenzweep. Baden bij de put, buiten, met z'n zessen in een rij. Ja, dat zijn toch wel de warme gedachten naar de moesjes. En het respect wat er was en wat er nu echt ontbreekt. En ik vond het prachtig. Iedereen, mijn grootouders, die woonden bij ons. En altijd was er een bescherming, een extra sociale controle.
respect, normen en waarden. En alle buren van ons waren hele grote gezinnen, hechte gezinnen, sociaal contact. En weet je, mijn vader en mijn moeder zondag gaan ze met je naar de kerk. De controle op school, respect, dat blijft mij bij. Maar als je nu ziet hoe ze omgaan met elkaar. Ik ga ook, op het moment dat ik daar op vakantie ben, ga ik altijd daar naar de kerk. Altijd daar toch even langs gaan, even ook op het erf. Er zijn bepaalde zusters die mij tenminste nog herkennen. En nou, de schoolbus, iedereen in de schoolbus, daar naartoe, naar school en et cetera. Ja, dat zijn voor mij hele mooie herinneringen. En het spelen op het erf, dat iets dat je hier niet kan, al heb je een huis met een tuintje. Het erf in Suriname is geen tuintje hier in Nederland. Nee, het is die anders. Je hier hebt, dat. Het is anders. Vrijwilligerswerk in Suriname, oké. Varello was onder de indruk van hoe die straten ook zo schoon waren en hoe de huizen mooi waren. En zo ging dat nog door en die hele lieve dame over Curaçao, dat het ook zo fijn was. Oké. Nou, ik heb een kleine stelling en daar ben ik benieuwd wat de jongere generatie vindt en wat de oudere generatie vindt. Maar we gaan niet door elkaar praten. Er wordt gezegd dat de tweede en de derde generatie Surinamers, dat ze minder affiniteit hebben met Suriname. Want Suriname is meer het land van hun ouders of grootouders. En is mijn vraag, wat betekent Surinamers zijn voor de jongere generatie? Eén persoon van de jongere generatie mag dat vertellen. Wie? De kinderen waarmee ik rol, ik zal het even zo zeggen, die hebben zeker affiniteit met Suriname. Mm-hmm. En waarom ik het zo benadruk, als ze het niet mee hebben gekregen, is het wat anders. Maar de kinderen die het mee hebben gekregen, die willen niks anders dan letterlijke affiniteit met hun Suriname hebben. En sterker nog, ik krijg vaak genoeg van mijn eigen kinderen en andere kinderen die ook mijn kinderen zijn, de vraag van, zijn jullie gek om hier te blijven? Morgenochtend, oma. Wel is goed. Morgenochtend zeker, hoor. Ja, oma. Hoe laat je het rijbakken? Weten we nog niet, maar je kunt gaan slapen. Hoef je op me te wachten. Ben je ietsje van mijn was? Je dag in, moest je wakker laten. Was aan mijn want tegen. Dat tegenkom bakken. Drie bakken. Dan kom je naar ons. Maar waarom, oma? Je acties aan Tomsi. Mijn tijdje wel eens ik bak. In om drie bakken. Dan wakker kom je in zee. Omdat hij Takusani kan dan straat, dat natuurlijk. Is goed, oma. Abo, hier is aan tegen hier. Hier, no? Ja, oma. In een pikje. Meg we bakken. Tem kom ik aan hier, onze kring. Ik leer niet spiegel even hoor. Je doet maar, zolang je het maar terugzet. Altijd, boy. Zal wel. Hé, weet je, er is Kimmel klaar hoor, want ze laat ons altijd zo lang wachten. Het is een shock dat bussen en daar. Ik heb er even. Thank you.
Hé, hey, ze komt nog niet, no? Ik baal echt hoor. Dus dat is zaak. En nu gaat ze gewoon bussen. Ik geef er nog 5 minuten. Ja. Kero, met mij zo is te appen. Oh my god. Serieus? Dit is echt niet zo aan. Even bijkomen. Marleen, wat heb je de mensen aangedaan? De mensen moeten echt, nog even bijkomen. Oké. Okay. Maar het was wel een hele goeie. Ja. Als je rug naar binnen gaat, laat je hetgeen zien dat jou waarschijnlijk achtervolgt. Laat je zien van mijn kracht, dus eyes meet eye, laat ik het zo zeggen. Minder you. Dus mijn kracht is machtig. Als je naar binnen loopt zo, weet je niet wat achter je volgt. Dus het is eigenlijk een soort van bescherming. En vooral als je een begrafenis hebt gehad, dan is het altijd dat je op die manier naar binnen moet komen. Want overal zweven er dingen die we met het blote oog niet kunnen zien. Dus negatieve energieën. Ja. Oké. Okay. Maar het bestaat wel dat er entiteiten zijn die overdag, maar vergeet niet, wij zijn allemaal hier ook energieën. Na een tijd gaan we over. En sommige energieën die blijven hangen, ze weten niet wanneer het day or night is. En opeens heb je het gevoel, je krijgt een rilling over je lichaam, je staat in een portiek terwijl het overdag is. En dan denk je van, wat is het? Nou ja, het zal niks zijn. Ik heb altijd mijn kinderen geleerd, die zijn hier geboren. Ik heb ze altijd geleerd het dieper sensitieve, intuïtief voelen. Weet je, zo gauw je ze begint te leren voel, dan gaan ze zelf voelen van, hé, iets is niet goed. Het is niet alleen wat wij hier hebben geleerd van die Nederlandse mensen, van je kracht tot een bepaalde afstand van een persoon. Dat is allemaal het zien en het voelen.
Maar er is ook het dieper niet kunnen voelen. En dan moet je dat sensitief van je af kunnen zetten en ook weten. En het diepe sensitief weten, dat is wat we hier met z'n allen zitten. En misschien sommigen van jullie het wel weten en anderen niet. Maar het is veel tussen hemel en aarde. En inderdaad, mijn moeder heeft me ook geleerd van met je rug en naar binnen. Want het heeft te maken van nou, degene die net wat Ingrid zegt. Dat wat buiten is die jou kwaad wil doen. Zo gauw je je omdraait, dan weet het ook dat je het gezien hebt. Je weet ook dat je voelt dat je de code van spiritualiteit weet. Want dezelfde energie die buiten is, die was ook mens. Of cabra, of hoe ze het noemen. Of entiteit, of energie. Die weet het ook van, hey. Proei dat na 12 jaar achterom naar binnen gaat. Maar in de loop der jaren heb ik geleerd, dit if you sreka, if you skink sreka, if you biggie sma, vast va de biggie. Datgene wat buiten loopt, durft niet eens met jou mee naar binnen te gaan. Dus als je alles hebt gedaan wat je moet doen, dat is wat mij geleerd is, houdt mij ten goede. Dan kan je voorin, achterin, op zijn kop, vliegen, draaiend naar binnen gaan. Ifa moest voorkong, au kong. Dat is wat mij is aangeleerd. Vandaar dat ik uiteindelijk ook na de benodigde wassies die ik heb moeten doen en de attributen die ik in huis heb, zoiets heb van ik kom gewoon naar binnen. Je komt toch niet in mijn deur. Wat ik al zei, mijn oma was doevrouw. En ik heb heel veel meegekregen, ook heel veel gezien. Maar ik was best wel angstig voor al die doe's. Weet je wel, vooral wanneer iemand wint die kreeg. Dus ik kon het niet verwerken. En ook niet te vergeten. Dus ik betrok mijn kinderen hier niet zo in mee. Ook mijn dochter niet. Maar later. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het toch te maken heeft met het feit dat ik. Uw eigen angst. Ja, mijn eigen angst. Ik ben nu wel heel erg geïnteresseerd. En ik weet ook best wel heel veel van de dingen wat mijn oma deed. Maar ik heb ook wel een hele nare ervaring ook gehad. Ik woonde in Teteringenstraat en mijn man was gaan werken. En op een gegeven moment lag ik in mijn bed. Hij had nachtdienst. En ik heb echt gewoon iets, wat het was weet ik niet, ook echt gezien. Dat rende echt heen en weer zo in mijn slaapkamertuin, waar ik dus sliep. En je zag het echt continu heen en weer rennen. En ik denk, oh mijn god, wat is dit? En rondom mijn huis en mijn woonkamer, ook weer heen en weer. Dus ik begon op een gegeven moment zoiets van, mijn god, heb ik dat alleen gezien? Dus ik begon echt mee te volgen, al die bewegingen. Mm-hmm. En aan mijn voordeur, weer mijn woonkamer, mijn slaapkamer. Dus ik belde mijn man ook heel erg angstig van, hé, ik ben nu al een uur bezig. En er rent echt gewoon iets rondom mijn huis. Klopte op mijn ramen. Je kon echt alle bewegingen kon je ook echt meevolgen. En het heeft denk ik een uur of twee geduurd. Mijn nichtje die woonde bij mij, die heeft het ook meegemaakt. Mijn man, zijn dochter ook, die heeft het ook gezien. En op een gegeven moment, iets was niet pluis. Precies. Dat is wat u voelde. Ik ben gelukkig niet naar binnen gekomen of daar. Op dat moment was ik de hele dag in huis. Dus er was iets, wat weet ik niet. We zijn er tot de dag van vandaag er niet achter gekomen. Is niet nodig. Nou, laat het daar. Nou, dat soort dingen houden me wel bezig. Tegelijkertijd okay. Ook in mijn angst. Mijn oom was in de tussentijd weer vergoed naar Suriname. Maar ik wilde eigenlijk als het ware mijn kleinkinderen hier niet angstig om maken om iets waar ik zelf angstig voor ben. En niet weten hoe je dat zou moeten oplossen. Okay. Begrijp je? Ik vind het heel mooi dat u dat zegt, want dat is dat stukje wat ik wil meenemen. Dat onze ouders, misschien of grootouders, ons geen uitleg hebben kunnen geven. Ja. Kan zijn dat zij ook datzelfde hebben wat mevrouw Ingrid heeft. Dus wij hebben het altijd over, ja, maar ze zeiden je moet dit niet doen, maar ze gaven nooit een uitleg. Daar zit misschien ook wat in. Dat ze wilden het uitleggen, maar waar moesten ze beginnen? Precies. Weet je, want je kan pas iets uitleggen als je goed als je weet. Snapt hoe het is. Ja. Als je snapt wat het is. Want je kan iemand geen wiskunde les geven als je het niet snapt. Then maybe I'm at home in tears.
allermooiste vind ik dat je de verbinding voelt, want je bent in Holland en je bent je eigen leven aan het leven. En je bent hier met mensen die ook van Suriname komen of ook feeling hebben met Suriname. Die dan dingen delen die je herkent. Eén vrouw vertelde over dat ze de honden moest achterlaten. En dat ze voelt alsof ze een soort van ontvoerd was uit haar eigen land. En ik herken dat ook. Maar dat is gewoon normaal, je praat er niet over. En dan hoor je nu toch dat het echt een trauma is. En dat je dus niet overdrijft. En dat je daarin toch een soort van warmte, een soort van steun hebt. Dat is, vind ik, tot nu toe heel mooi in het programma. En het respect ook nu, tot nu toe ook onderling. En een hele fijne host, fijne sfeer. Van het programma vind ik heel leuk. Het is goed voor de jonge kinderen, voor die young generation. Hè? Heel goed voor hun. En als ze alles bijhouden, wat die ouders hebben gezegd, dan moeten ze goed zien. Maar zijn dingen die echt gebeuren. Hier en ook in Suriname. Ik woon daar 50 jaar, dus ik ben bijna 60 jaar hier. Dus we zijn met oma Nipte en ze is 52 jaar hier al in het land, mevrouw David. Al 52 jaar. Nou, ik ben pas 30, dus dat zie je. Maar ik ben heel trots dat ik in Suriname ben geboren. Als ik iets... Zo trots. Ik was 2 jaar, maar het doet me zo goed. Heel erg goed. Dus echt een voorrecht. Dank u wel. Hi, ik ben Nathalie Linger-Sumter. En ik ben gekomen omdat ik de flyer zag over opvoeding. Het is niet helemaal wat ik had verwacht. Ik heb zelf 2 jonge zonen. En ik kwam eigenlijk met de gedachte van oké, onze kinderen hebben toch een bepaalde energie. Hè? Ik wilde graag horen van in de westerse maatschappij, hoe ga je daarmee om? Dat mensen niet een label op je kind plaatsen, want ik woon in Zaandam. En als ik in Zuidoost zou worden, zou het makkelijker zijn, want dan is mijn kind niet de drukste in de klas. Dus ik dacht van oké, met gelijkgestemden een beetje horen van, weet je, zonder dat hij zijn eigen karakter kan houden, maar hoe ga ik daarmee om? Want ik vind het vervelend als men, hij is levendig, hij is een vrolijk, gelukkig kind, maar dat anderen het misschien anders kunnen bestempelen. Maar dat is het nog niet. Misschien komt dat straks. En nu gaat het meer over de culturele overdracht. En dat is ook mooi om te horen. Zelf de tradities waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld blauwsel en dingen. In mijn ogen zijn dat gewoon handelingen. Fysieke handelingen. En als je vecht tegen geestelijke machten. Dan fysieke handelingen. Ik ga me niet omdraaien om naar binnen te gaan. Want ik denk dat je geestelijke machten op een geestelijk niveau moet bestraffen. Of daartegen moet vechten. Dus je moet dan geestelijk sterk staan. En ik sta geestelijk sterk. Ik ben geestelijk beschermd door de allergrootste, machtigste God. Dus ik geloof zeker dat er meer is tussen hemel en aarde. Want als je in God gelooft, moet je ook in andere krachten geloven. Dus maar ik ga daar anders mee om. Ik ga daar niet een fysieke strijd mee voeren, maar een geestelijke strijd. Dus ik vind het wel interessant. Ik zie dat we het straks gaan hebben over seksuele diversiteit. Het staat al achter je. Dus ik hoop dat we snel beginnen, want we zijn ook vrij laat begonnen. Dat is een beetje jammer, want zoals je ziet, er is veel om over te praten. Ik al hou je microfoon nu al zo lang vast. Dus een tip voor de volgende keer, als er 7 uur op de flyer staat, gewoon 7 uur beginnen. Precies. Dankjewel. Doei doei. Aboom, dankjewel. Homo's en lesbies, want ik ken genoeg homo's en lesbies en als je van iemand houdt, dan hou je van diegene. Als je niet hetero bent, als je bi of gay of wat dan ook bent, kom er gewoon voor uit. Mannen die horen gewoon zo echt een beetje mannelijk te zijn en niet zo, beetje zo gay-achtig. No man, ik vind je moet het gewoon mannelijk houden man, hou het zakken. Dit kan niet. Even best wel als mannencultuur man. 2 mannen, ja. Eigenlijk is er geen verschil, want vrouwen nemen elkaar ook anaal met dildo's en zo, dus... 2 dames, vind je toch geld? Ja, sowieso. 2 dames lekker met elkaar bezig. Oh, boe, man. Als ik hem niet goed ken, dan maakt het niet zo heel veel uit. Als ik hem wel goed ken, nou ja, ik zal eraan moeten wennen, maar het boeit me niet zo heel veel. Biologisch is het incorrect. Het hoort niet zo, dat is mijn mening. Beetje gepeild, geïnventariseerd bij mensen. Van wat speelt er? Wat zijn de vragen waarmee mensen rondlopen en... ze heeft een heleboel mensen bereid gevonden die
vragen hadden gestuurd, dingen waarmee ze zaten. En ja, we hebben heel veel vragen binnengekregen en uiteindelijk moesten we een selectie maken welke vragen komen door en welke niet. Dit is een van de ingezonden vragen. Seksualiteit is in de Surinaamse opvoeding een taboe. Hoe kunnen we het bespreekbaar maken? Ja, dat is voor iedereen. Maar we gaan eerst bij de rode blaadjes. Zijn ze allemaal aan het kouwen? Als er geen enkel rood blaadje... Zijn er rode blaadjes? Die... Ja, meneer met de rode pet. Hij heeft de hele avond nog niks gezegd, dus we gaan hem aan het woord laten. Seksualiteit is in de Surinaamse opvoeding een taboe. Hoe kunnen we het bespreekbaar maken? Hoe kunnen we het bespreekbaar maken? We moeten het gewoon bespreekbaar maken door te doen, of tenminste te doen, door het aan te geven dat iets vanzelfsprekend is. Seksualiteit. Seksualiteit. Wij zijn mensen, we zijn seksualiteit. U zegt het zo makkelijk, maar het blijkt toch dat het moeilijk is. Dus, we gaan dieper moeten gaan. Dieper, is er nog een rood... Wil je dieper gaan? Nee, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Van het, is, het antwoord vind ik nog te oppervlakkig. Ik wil meer diep gaan. Even kijken. Denk er nog na. U denkt na, een ander rood blaadje gaat, want daarna gaan de groene blaadjes praten. Dus we gaan nog een rood blaadje vragen. Die mevrouw is nog niet aan de beurt gekomen. Ik ben zomaar. Ja. Oké. Nou ja, ik kan alleen voor mezelf praten. Mijn moeder heeft het geprobeerd. Nou, ik wist niet hoe ik door de grond kon zakken. Omdat het gewoon awkward was. Het was gewoon raar. Zij wist ook niet precies wat ze moest vertellen. Twee kinderen en ze wilde met mij een sekspraatje houden. Toen dacht ik, mam, ik heb biologie gehad op school. Het hoeft niet meer. En dat was voor haar een opluchting en voor mij een opluchting. En ik vraag me af, ik denk niet dat het alleen bij de Surinamers zal zijn. Ik denk dat het wel breder is dat ouders denken, oh shit, nou moet ik het sekspraatje houden, hoe moet ik het aanpakken? Ik denk waarschijnlijk dat wel meer ouders dat probleem hebben. Maar je zegt, je hebt biologie gehad, maar wist je dan alles? Nee, maar dat was niet het onderwerp dat ik met mijn moeder ging bespreken. En als het niet met je moeder is, met wie zou je dat wel willen bespreken? Als een oudere of een tante, of met wie zou je dat wel willen bespreken? Nou weet je, van mezelf ben ik preuts, ben ik gewoon echt heel, heel eerlijk in, maar ik zou het eerder met een vriendin bespreken. Een vriendin van jouw leeftijd of een oudere vriendin? Ja. Een ervaringsdeskundige op dat gebied? Nou, ik weet niet of het een ervaringsdeskundige moet zijn, maar het feit is al met iemand van je eigen level, maar zo, dus, dan praat je er wat makkelijker over dan als je een treetje omhoog gaat. Dus als je naar een oom of tante gaat, en voor mij een moeder vind ik dan helemaal erg, maar een oma never nooit. Echt niet. Oké. Okay. Maar ik denk dat... Was het nog een rood blaadje? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Goed. Ik dacht groen. Sorry. Nee, ik wilde even reageren op wat jij zei. Want je gaf aan dat je het awkward vond om met je moeder daarover in gesprek te gaan. Maar ik denk, als ik kijk naar mijn eigen opvoeding. Ik heb met mijn moeder wel een open relatie ten aanzien van het bespreken van seksualiteit. En dat is eigenlijk met de paplepel erin gegoten. Dus dan is het ook anders om met je moeder daarover te praten. En ik kan me voorstellen, als je 60 bent en je moeder staat ineens naar je bed van, goh, laten we eens gaan praten over seksualiteit. Dan voelt het inderdaad heel vreemd aan. Maar op het moment dat je van jongs af aan eigenlijk dat meekrijgt, dan is het een hele andere ervaring. En ik ben blij dat mijn moeder dat dus wel met ons heeft gedeeld. En dat ik niet alleen maar... ik heb het trouwens nooit meegekregen, maar wat je wel hoort vanuit je omgeving. Je diploma is je man. En zorg dat je niet met een buik thuis komt. Maar er wordt helemaal geen tekst en uitleg gegeven. En ik denk, als je het hebt over het doorbreken van taboes, is dat wij als volwassenen op jonge leeftijd onze kinderen al heel wat moeten bijbrengen over seksualiteit. Hoe jong al? Vanaf hoe oud? Nou ja, oké, het hoeft geen basisschool. Of dan kan je in de basisschool, hoeft ook niet. Maar het hangt er vanaf. Je kan het wel op de basisschoolleeftijd, kan wel, maar
ik denk dat je dat met mate moet delen met je kind. En je moet ook kijken hoe jouw kind zich daarin ontwikkelt. Dus ik denk als ouder dat je daarbij heel goed moet kijken van wat voor kind heb ik tegenover mij? Wat kan ik met mijn kind bespreken? Want als ik met mijn zoon, toen mijn zoon op de basisschool zat en ik dacht van nou, ik ga het hebben over seksualiteit. Nou, hij keek me echt aan of hij stelde soms wel vragen. En als ik dan er dieper op inging, had hij zoiets van, nou ja, ik vind mijn telefoon toch iets interessanter. Mm-hmm. Dus dat werkte helemaal. Dus ik wist bij mijn zoon van, nou, tot een bepaalde hoogte kan ik bepaalde dingen met hem bespreken. En naarmate hij ouder wordt, dan kan je weer aftassen en kijken wat je met je kind kan delen. Maar ik denk dat je daar... Pedo's hebben geen leeftijd. Nee, klopt. Nee, maar daar. Ik heb het nu niet. Nee, we hebben het maar ik heb het nu gewoon over seksualiteit. Ik heb het niet over dat stuk, want dat, ja. daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik heb het nu gewoon meer over. Ja, precies. Dank je. Want heel veel, ik weet niet of heel veel ouders dat doen als meisjes ongesteld worden. Krijgen ze dan een preek of wordt er gewoon normaal gesproken? Ja, je bent groot meisje geworden. Komt er nog verder een uitleg? Ja. Kloekoefij wat ik af, vrouw Sari. Ik had even maar één... Dat was... Maar de groene blaadjes moeten ook... Ja, ik ben een paars... Nee, jij bent rood. Rood blaadje, ja. Ik had een kleine. Weet je, verstaan we allemaal hetzelfde onder seksualiteit? Weet je, ik vraag het omdat we anders misschien kunnen verstranden in allerlei dingen... Want iedereen heeft zo soms een opvatting over een woord om te beginnen. En dan kan je met elkaar discussiëren. Maar het is goed dat je over dat begrip waar je over praat... allemaal toch één soort idee hebt, een definitie. En dan begrijp ik bijvoorbeeld Imro... die zegt van wij zijn seksualiteit. Iedereen had zoiets van, of nou sommige mensen van... hé, hoezo? Ja, wij zijn seksualiteit. En dan is er geen taboe. En op die seks is er geen taboe. Het gaat erom van waar trek je grenzen? Want daar hebben we het over cultuur. Hoe doe je het? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Waar heb je het over? Ga je met je kinderen baden vanaf ze klein zijn en je loopt naakt in het huis? En waarom niet? Dus dat soort dingen. Want in feite, opvoeding is een zwaar ding. Maar eigenlijk, hoe ga je ermee om eigenlijk, zoiets volgens mij? Groen blaadje. Maar ik wil ook groene blaadjes zien die niks zeggen. Die niet, nog niet gereageerd hebben. Die zijn er een paar... Ja, die is een goeie. Ja. Oké, het begon eerst met mijn moeder. Die zei, toen ik heel klein was, heeft ze me echt getraumatiseerd. Wat betreft... Nee. Ze zei, luister, als oom die... Het maakt niet uit wie oom, tante, als je hier, daar aanraken, meteen zeggen. Dus ze was ontzettend bezig met dat ik verkracht zou kunnen worden. Ik was echt, maar het was zo eng dat ik op een gegeven moment, soms op straat als iemand me aankeek, begon ik aan te rennen. Omdat ik gewoon bang, ik was zo bang. En ik moest met, weet je, ik moest met een, die meisjes van, buurmeisjes moest ik mee. Dan zat ik, tenminste ik zat op school, eerst op de Winty White school. En dan moest ik met de buurmeisjes daarheen en ik mocht niet bepaalde routes lopen, want stel dat, maar ik. Ik snap haar nu achteraf, want ik weet wat er is gebeurd waardoor ze zo reageert. Waarvoor we ze proberen te beschermen, maar ik ben echt zo bang opgevoed. Iedere man was een potentiële verkrachter, gewoon. En ik begreep later waarom. Maar ja, en wat betreft voorlichting, mijn moeder zei gewoon, luister dan. Als je zwanger, als jij een kind hebt... je partner gaat gewoon uit hoor. Jij gaat gewoon thuis zitten met een kind. Dus dat was voor mij al. Dat was gewoon mijn, hoe zeg je dat? Dingen voorlichting, seksuele voorlichting. Ja. Dat is hij. Dus... Met die rode pet op. Hij heeft het ook gezegd. En wat Roy ook zegt, seks. Wij zijn seks. Wij zijn de seksualiteit. Toch? Zeg ik het goed? Oké. Okay. Inderdaad. Wij zijn seks. Maar die seksualiteit, weet je wat het is? Behalve energie. Wij stompen onze kinderen af. Als je je kind slaat, die krijgt een erectie in de ochtend. En inderdaad wat Nathalie zegt, die leren nooit hoe zij een vrouw moeten bevredigen en omgekeerd. Ik heb het geleerd, de positieve kant van psychopathologie en seksualiteit is, jaren geleden heb ik het ook geleerd in de opleiding, dat alle seksualiteit
is een beetje gekoppeld. Je weet toch die reptiele brein, jullie hebben toch biologie gehad. Die reptiele brein loopt zo, als het ware, als een haak. Zo gauw, dat is eigenlijk je intelligentie. Alles zit daar. Op het moment dat je kind, vanaf baby al, heb je al, zie je een beweging, dat abjemme kwam beweging, zo. Oma of tante, schud je billen niet zo. Fout. Je ontneemt dat kind haar of zijn intelligentie en emotie. Als je dat doet, dan stomp je dat kind af. Waarom zijn er zoveel allerlei kwalen? Daar begint het al. Roken, drugs, van alles. Het is ooit afgeleerd, afgestompt. En dan gaan kinderen het anders verwerken. Dus seksualiteit, ja, het moet. En het is waar, als je niet de juiste partner hebt, als je niet de juiste persoon hebt, net wat Natalie zegt, het is wederzijds, het moet wederkerig zijn. Wie kent Kama Sutra, ga leren en ga kijken. Dat jouw gevoel of dat jouw kind op een bepaalde leeftijd is, dan moet je met je kind gaan zitten en dan moet je het een en ander uitleggen. En hoe je het uitlegt hangt natuurlijk af van waar jij in gelooft, waar jij niet in gelooft, wat jij hebt meegekregen, wat je niet hebt meegekregen, wat jij oké vindt, wat jij niet oké vindt. Alle goede en kwaad wat jij hebt meegekregen, dat ga je dan uitleggen aan je kind. En dan zeg je, op basis van dat doen wij het zo, zo en zo. Dit is wat ik geloof en dat kennis leg ik op tafel. Want je gaat je kind nooit echt de wil kunnen opleggen om dit of dat niet te doen. Want als je de deur uitgaat, dan doen ze het toch. Dus leg gewoon uit wat de opties zijn. Leg uit waarom. En laat hem maar zijn eigen gezond verstand gebruiken. Jongens, omdat ik meer jongens in mijn omgeving heb. En wat daar ook heel erg belangrijk in is. Het moment dat je een goede band met je vriendin hebt. Of met je vriend. En de verstandhouding is goed. Er is respect. Dan vanuit je fassie, toch? Dan heb je zo'n goede klik. Dat zeg maar, als je seks hebt met elkaar. Dan geef je jezelf over aan elkaar. Dat is ook een stukje dat heel erg belangrijk is. Dat wil ik even zeggen. Mimati ekon. Die dubbele mati. Omdat je het dan niet begrijpt, dan gaat het dan fout. Snap je dat? Dus het begint met taal. Als we de taal goed overdragen aan elkaar, denk ik dat seksualiteit makkelijk te bespreken is en een buiten een taboe gaat zitten. En met taal bedoel je niet? Nou, ik ben Rizairis. Ik was vandaag groen. Maar omdat ik op Curaçao ben geboren, ik ben op mijn 18e hier komen wonen. En ik ben moeder van 3 jongens. En mijn man, wij wonen hier in de Belma. En ik ben bestuurslid van Stichting Duurzaamheid 360 graden. Mij gaat het heel snel af. En ik ben uitgenodigd door Marleen, want wij zitten in de H-buurt bij Hogevechten, de 29A... sinds dit jaar januari. En wij houden ons bezig met mentale gezondheid van iedereen in de Bijlmer. En dit doen we door mensen uit de Bijlmer zelf in te zetten voor de mensen in de Bijlmer. En deze training geven wij aan mensen die in de Bijlmer wonen of in de Bijlmer als vrijwilligers worden ingezet voor mensen uit de Bijlmer of die ook in de Bijlmer werken. Dus je moet affiniteit hebben met mensen in de Bijlmer om hieraan mee te doen. En wat wij doen in deze training is, wij beginnen altijd met een workshop om te peilen. Net als bijvoorbeeld vanavond. Wat weten de mensen al van psychische stoornissen? En hoe gaan ze ermee om? Wat speelt af in hun omgeving? Want we willen altijd de trainingen ontwikkelen aan de hand van die input van de bewoners. En niet van dat wij vinden dat jullie dit moeten weten en ga maar. Want het zijn mensen die daarna voor de mensen van Zuidoost ingezet moeten gaan worden. Dus vandaar dat wij dat zo doen. En dit heeft heel goed uitgepakt. Ik sta hier bij met een tafel en met de flyers. En daarop kun je zien wanneer de spreekuren zijn. Maar die spreekuren, die zijn, ja, daar zit een vrijwilliger bij. Maar we zijn er altijd daar. Dus iedereen kan wanneer dan ook binnenlopen. En je kan ook WhatsAppen, je kan ook bellen via de website. Dus we hebben het zo laagdrempelig mogelijk gemaakt, zodat mensen met alles, want het is zo dat heel veel mensen lopen met heel veel problemen en dit maakt dat het daarna een psychische
psychische probleem kan worden. En daar willen we voor zijn. Ik heb ook nu meegeschreven, want het aspect van cultuur, die moet je ook in psychische gezondheid meenemen. En dat nemen we dus ook mee in de trainingen. Ik heb heel veel informatie gehad vanavond. En mensen die zich heel graag willen inschrijven, die mogen zich ook met mij doen. Je krijgt meer informatie daarna via de mail. En je krijgt ook meteen de data. En er is een certificaat aan verbonden aan het eind. En daarna mag je zelf beslissen of jij bij ons als vrijwilliger aan de slag wilt. Maar of bij een andere organisatie hier in Zuidoost. Want we werken met alle organisaties samen. Dat is wat wij doen. Dus heb je vragen, kom maar langs. Die wel maken dat we hier, ik ga iets heel gek zeggen. We hebben in Suriname geen brievenbussen. Dus we hebben veel minder psychische problemen. Sorry hoor. Je bedoelt met dan met, in met bepaalde kleurpost. Het klinkt, ja. Met bepaalde kleurpost. Precies. Ja. Dus dat zijn ook dingen die maken dat wij hier ook veel meer psychische problemen hebben. Het klinkt heel gek wat ik nu zeg. Maar daardoor hebben wij ook wel geleerd om sneller naar een psychiater, een psycholoog of een therapeut te gaan. Want die kunnen je ook vaak genoeg adviseren hoe met die problematieken om te gaan. Want, of met die brieven, hè, maatschappelijk werk. En vaak genoeg kunnen die ons ook niet helpen. Dat heeft toch wel gemaakt dat dat vaak genoeg onder ons dan toch wel zichtbaarder is geworden. Want de normale problemen zoals huiselijk geweld of relatieproblemen, die zijn vandaag aan de dag nog steeds een taboe. En daar wordt ook nog steeds niet 1, 2, 3 over gesproken. En dat maakt ook vaak genoeg dat wij daardoor ook wel psychische problemen hebben. Maar ze worden vaak genoeg weggestopt onder andere problematieken. Dus dat wil ik wel ook even gezegd hebben. Ja. Dankjewel voor jouw bijdrage. We gaan afsluiten, mensen. Marleen die heeft nog een dankwoord of die wil nog even het een en ander kwijt. Ja, ik ga maar even voorin staan. Jij bent echt scherp. Zo, ik probeer het niet af te jassen. Dat is meestal als ik ergens onderuit probeer te komen, maar ik voel me zo gedragen vanavond. Maar door jullie allemaal. Ja, echt. Ik heb hier naar uitgekeken, maar het organiseren was best wel spannend. En ik denk, mijn god, dat gaat. Ja, weet je, je hoopt dat mensen reageren, mensen kaarten kopen. Dus je bent constant bezig, maar dit was meer dan lonend. Thank you. Jou eerst bedanken, Cheryl Vliet. Wat heb je dat mooi neergezet vanavond? Beter dan ik had verwacht. Grand Tangi, mag ik je deze overhandigen? Ik zit in de goodie bags en alstublieft. Ja, het staat erbij. Ik ga niet te veel vertellen over mijn bedrijf, wat ik al zei. Ik zit vandaag niet als ondernemer hier, maar ik wil wel meegeven dat ik door middel van goodie bags de kleinere, de startende ondernemers wil ondersteunen. Dus ik geef goodie bags weg als bedrijven evenementen hebben. Wil ik dat voor ze in elkaar zetten, ik geef ze niet weg. Door in te kopen bij verschillende ondernemers en dan komt dat daarin. Dus daarmee ondersteun ik ook die ondernemers, zodat hun omzet kan groeien. Dat is het idee. En de volgende is voor ja, voor Isaias. Ook gij. Dank voor je flexibiliteit. Dat je zo snel. Dat je ook ja gezegd hebt dat je dit wilde doen. Dus thank you. Geniet ervan. laat ik het zo zeggen. Ik doe al jaren heel veel alleen. Dat ben ik ook gewend. Ik ben nu 26 jaar in Nederland. En heb ik gewoon even. Ja, ik heb heel veel zelf moeten doen vanaf die tijd. En eigenlijk is het een beetje een soort van mijn eigen ding geworden. Waardoor ik ook bij het organiseren van een avond als deze ook heel veel alleen heb gedaan. En toch kom ik er in de laatste fase achter dat ik best wel wat mensen nodig heb, want ik heb gewoon geen verstand van techniek. Dus daar ben ik vandaag achtergekomen. En er is één persoon die me heel mooi heeft opgevangen en dat is mijn vriendin Saskia. Ja, die zag je niet aankomen.
Ja, ik denk dat ik echt in huilen uitgebarsten was vandaag als ik het alleen had gedaan. En ik moet er die grani even geven. Je krijgt geen goodie bag, maar je krijgt een busje. Nee, dat komt goed. Ik wil jullie uitnodigen, mocht je iets meer willen weten over mijn bedrijf en of we nog in de toekomst wat dingen gaan, sowieso gaan we dingen doen, maar wat we gaan doen in de toekomst. Dit zijn mijn contactgegevens en weet me te vinden. En last but not least, Becoming You en Stichting I Am Young. Clarence, Kreesburg, Marcel Esaias, dan zit je helemaal daar. Ja, nu zit je niet ga je in de achtergrond. Nee, Clarence is iemand die me het afgelopen jaar, we organiseren samen de Big Indoor Market. Dat is ook voor startende, wat zeg je? Je mag naast me staan. Je hebt slaap, no? Ja, ik dacht het al. Dat is naast mijn vriendin, naar meerdere mensen eigenlijk, die me een beetje gestimuleerd hebben voor wat betreft het zichtbaarder worden. Als je grote dingen wil doen, dan heeft niemand ruimte voor verlegenheid. Dus dan moet ik echt overeen stappen. En vandaar mijn naam Grow to Inspire. Dat ik die eigen groei door moet om anderen te kunnen inspireren. En Clarice heeft daar een mooie rol bij gespeeld. Dus dankjewel. En Marcel, thank you. Dat was het mensen. Veilig naar huis. Heel even, we willen jullie bedanken dat jullie er waren. Echt te gek. En we zien elkaar weer bij een volgende event. Yes. Wel Marleen, dank u voor alle mensen die hier ook zijn. Dit is voor mij gewoon voor herhaling vatbaar. Het is de eerste keer dat ik dit mocht meemaken en ik hoop dat er meerdere mogen komen. Dus, ja. Kijk, wanneer je zoveel goede energie bij elkaar stopt, komt er iets moois tot stand. Wat een geweldige avond. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Find the Creator. In het bijzonder wil ik Marleen ook bedanken en Cheryl voor het uiteenzetten van zo'n bijzondere avond. Zie je de volgende keer.